Hallo allemaal, ik ben Natasja. Wil ik wel even laten zien mijn nieuwe boekenrek. Zoals ik al eens heb verteld in een van mijn vorige video's, ben ik dus nog pas verhuisd. En we zijn dus nog volop bezig met dingen. Dus van mijn vorige woonst naar hier te halen. Nu, gisteren zijn er al heel veel boeken dus hier geraakt. En staan die dus heel mooi in dit boekenrek, zoals jullie kunnen zien. Ik heb heel veel boeken. Heel veel, vooral boeken over het spirituele. Staan er heel veel. Een hele verzameling, zoals dat jullie kunnen zien. En hier heb ik dus de Game of Thrones boeken ook staan. Ik ben een hele grote fan van Game of Thrones. Ook van zowel van de boeken als van de serie. Nu, volgende maand komt het nieuwe en het laatste seizoen van Game of Thrones uit. Daar kijk ik heel hard naar uit. Ik heb in de voorbije dagen nog eens naar het laatste seizoen gekeken, dat als laatste uit is gekomen. Om terug. Ja, om er terug bij te zijn, om terug goed te begrijpen van hoe dat het geëindigd is. En dus weer helemaal goed te kunnen volgen als het laatste seizoen van start gaat. Dus ik ben echt heel. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En de boeken zijn ook gewoon een echte aanrader, natuurlijk. Ze lezen heel makkelijk, heel vlot. Ze gaan wel een beetje anders dan de serie, heb ik gemerkt. Er zijn wel een aantal verschillen in. Maar het is toch al zeker op zijn minst even interessant. Dus ik kan ze altijd aanraden voor degenen die ze nog niet hebben gelezen of de serie ook nog niet hebben gezien. Dan iedereen die wel van fantasie en avontuur houdt, zal er sowieso dol op zijn. Dus ik heb echt heel veel boeken hier liggen. Er moeten er nog een paar bij komen. En zoals dat jullie zien, heb ik er ook nog wel wat plaats voor. Dus we zijn nog niet helemaal klaar met de verhuis. Maar het begint al op toch al de goede richting uit te gaan. Ik wens jullie nog allemaal een hele fijne dag. En tot de volgende keer.